De politiek in Almere kijkt dus al naar de toekomst. En dat doet ook commissaris van de Koning Leen Verbeek. Want hij moet ervoor zorgen dat er snel een goede vervanger voor Weerwind wordt gevonden. Bij het provinciehuis in Lelystad is verslaggever Marjan van Ens. Ja, Marjan, heeft Verbeek eigenlijk al iemand gevonden? Nee, dat zou ook wel heel erg snel zijn, want volgens de woordvoerder van Verbeek is de commissaris ook nog maar pas op de hoogte van het vertrek van Weerwind naar Den Haag. Maar de commissaris is wel naarstig op zoek hoor, naar geschikte kandidaten. Vooral ook inderdaad gezien de grote onderwerpen die er momenteel in Almere spelen en de opdrachten waar de stad voor staat. Dus het is zaak dat er zo snel mogelijk een waarnemend burgemeester wordt gevonden. En de bedoeling is dat die volgende week al bekend wordt. En mogen de raadsleden van Almere, zoals ze zelf graag willen, daar dan ook over meepraten? Ja, absoluut. Je moet het zo zien. De commissaris van de Koning die voert hier in het provinciehuis het voorwerk uit. En volgende week zijn de fractievoorzitters van de Almeerse gemeenteraad uitgenodigd om dan samen te beslissen wie nou de meest geschikte kandidaat is en wat er van die kandidaat precies wordt verwacht. Ja, en dan kunnen ze gezamenlijk de knoop doorhakken en dan wordt het ook bekend. Ja, en dan gaat het nu dus eigenlijk voor de korte termijn allemaal nog om een waarnemend burgemeester voor Almere. Maar wanneer komt dan de echte nieuwe burgemeester die voor langere tijd in Almere blijft? Nou, dat zal nog wel een tijdje gaan duren. Dat wordt namelijk over de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar heen geteeld. En die verkiezingen die zijn in maart. En het idee is dus dat er na maart een nieuwe gemeenteraad is. En uit die nieuwe gemeenteraad zal een vertrouwenscommissie worden samengesteld. En die vertrouwenscommissie kan zich dan gaan buigen over de sollicitatie voor een nieuwe burgemeester. En ja, het hele idee daarachter is natuurlijk weer dat zij, die nieuwe gemeenteraad, ook door zullen moeten met de nieuwe burgemeester. Maar hoe je het ook wendt of keert, zowel de waarnemer als ook de nieuwe burgemeester die voor langere tijd blijft, dat zullen beide zwaargewichten moeten zijn. Mensen die van wanten weten in de politiek, die niet lang ingewerkt hoeven te worden en die ook niet bang zijn voor een zware klus, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een floriade. Marjan van Ens vanuit Lelystad, dank je wel.